Hoi. Goedemiddag. Zijn we weer in Aalsmeer met ons tweede filmpje al in een jaar tijd, dus dat schiet op. Vorige keer hebben we deze bak gecheckt. En geslingerd, hè? En geslingerd hebben we ook inderdaad, dat hebben we ook nog gedaan. Een filmpje in deel 1. Ja, en eigenlijk gaan we deze nu checken, gewoon even kijken of alles goed gaat. Of de koning er is, gaan we ook even checken. Hoe het eventueel staat met honing. Maar dit zijn allemaal nog kleinere volken, dus we gaan even kijken. En we gaan straks even de camera draaien. We hebben ook nog 4 kasten verhuisd vanuit het bos, vanuit Heilo hier naartoe. En die gaan we ook even checken hoe die gaat. Dat is 2 weken geleden ongeveer. Ja, ruim 2 weken geleden. Dus die moeten nu wel, die zijn tot rust gekomen. Je moet niet meteen na het verhuizen meteen gaan checken. Maar die zijn echt tot rust laten komen. Natuurlijk wel aan de buitenkant gecheckt, maar niet van binnen. Dat gaan we vandaag doen. Ja, en deze moeten echt wel even gecheckt worden. We hebben hier een bukvast volkje die die echt nog startend is. En die, ik ben heel benieuwd. Het leuke hiervan is, dit is een andere maatkast. Deze hebben we uit Griekenland. Langstrot. Ja. Langstrot, dus dat zijn andere ramen, iets langere ramen. Dus we gaan even kijken, we hebben toen een raam een beetje met houtje touwtje hebben we dat erin gehangen. En volgens mij gaat het wel goed, maar dat gaan we ook even checken. Ja. Maar ik snap wel, hè, want nou ja, wij zijn van kosterhoning. De beginnende imkers. Daarom is het ook zo leuk om dit filmpje te kijken hoe doen dummies het? Wij zagen natuurlijk... Wij zijn dummies. Ja, zijn dummies. En we zagen in de comments onder het filmpje ook van mensen die zeiden... Ja, die praten niet helemaal uit en vertel wat je doet. En wij zijn natuurlijk ook nog lerende. Maar we zullen proberen om zo veel mogelijk te vertellen. Ja, en wat ik ook wilde vertellen, dat we begonnen... Dat we dachten van ja, het is toch hartstikke goed. Wat maakt het nou uit of je nou wat systemen door elkaar hebt staan? Nou, dat maakt wel uit, want... Wil je nou iets verhuizen van de standaardkast naar de Langstrot... Ja, dan moet je gaan ombouwen. Dan krijg je ruimtes in de kast. Dus dat is wel een nadeeltje. Maar we hebben nou eenmaal een stuk of 10 van dit soort langstrotkasten. Die zijn een stuk goedkoper. Die hebben we toen uit Griekenland laten komen. Werken wel goed, maar het is wel een heel switchen. Ja, het nadeel is als er ruimte tussen de ramen zit wat niet precies afgemeten is... Dan gaan bij het opvullen met hun eigen raad. En dan wordt het één grote plakzooi. Dus je moet het eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. Ja. Dus dat is even een leermomentje voor ons ook. Maar we gaan straks zien of ze het dicht hebben gebouwd. Ja. Of dat het open is. Ja. Zullen we eerst de kast open doen? Ja, we gaan eerst met hier de linker. Ik heb af en toe de camera, grote camera. Daarbij. Even af. Grote camera erbij, zodat je ook de close-ups kan zien. Ja. Nou, tip 1, als je hem zo neerlegt, je deksel, kan je straks de honingkamer er diagonaal opzetten. Dan heb je heel weinig raakpunten. Dan heb je de minste kans dat je bijen plet, zeg maar. Mag ik van jou de bijtel, spatel, weet ik veel wat. Inkermis. Ja. Gaan even kijken als we de... Is goed dichtgesmeerd. Echt goed dichtgesmeerd. Ja, goed. Zo lekker bezig als je daar komt heen. Altijd even checken of er geen... koning oploopt. Ja, dat je niet de deksel weglegt en dat de koning nou net... Het gebeurt niet vaak, maar het zou gebeuren. Beetje zonde. Ja. Ik zet ze even hier neer. Ziet er zo op het oog heel rustig uit. Of ben ik gek? Qua volk, moet je horen. Wat? Hoe is het? Ik zal de microfoon er even bij hebben. Dat deze? Ja. Ja, dat kan zijn. Als ik de jonge koningen komen, heb je toeters en... Blazers? Nee, toeters en... Kwekers? Kwakers of kwakers, zo. Kwakers, ja.
Dat zou niet, nou, dat zou niet zo mooi zijn, want dan zouden ze dus een nieuwe koning aan het maken zijn. Maar ik heb dit geluid nog nooit eerder gehoord. Nee. Het is ook weg nu. Of zit een kikker in? Nou, we gaan, eens even kijken wat er aan de hand is. Rustige bij, dat is ook wel lekker hoor, jongens. We hebben, ja, dat hebben we dan niet op film staan, maar we hebben deze kast. Hebben we afgelopen jaar hebben de koning. Zo, wacht even. Die kant moet je voor de andere kant kijken, Niels. Oh, kijk. Helemaal dicht. Helemaal verzegelde honing. Dus die, ik zeg zie het, dat het dus rustig het, is, maar ja, dat is. Dus dat witte is helemaal verzegelde honing. Ja. En die kun je dus eigenlijk gewoon. Er zit hier geen darrenroos tussen. Koningroos zit tussen. Wel? Ja. Kan het niet zien. Ja, zit hier, kijk maar. Okay. Als je hier naar de bovenkant kijkt. Okay, dus we komen hier geen koning tegen? Nee, die gaan we niet tegenkomen. Dus die deksel, dat had niet echt gehoeven. Moet je horen, joh. Ja, dat is een heel raar geluid. Maar die is fantastisch. Dus die zit eigenlijk helemaal vol. Ja. Dus ik denk dat we hier kunnen gaan inplannen. Heel binnenkort gaan slingeren, hoor. Want dit is helemaal vol, deze. Dus het buitenraam, hè? Ja, we gaan die andere ook even eruit ja, halen. Ja, natuurlijk. Even kijken dat ze niet gepletteren als we ze weer terug doen. Ja, je kan ook een kastje hebben. We hebben een klein wit kastje, maar dat is weer zo'n langstrot. Dan heb je het weer. Het is mooi om er soms een raampje bij te hebben. Dat je even een 1 of 2 raampjes apart kan zetten. Okay. Je kan ze er ook gewoon op de zijkant naast zetten. Maar ze hebben echt heel goed ingesmeerd. Maar ze hebben het inderdaad helemaal, lijkt wel alsof we het helemaal klaar hebben. Zo van nou, dicht. Gaan. Hebben we nog een honingraam over? Nee, niet hier. Nee, nee. Volgens mij niet. Niet hier? Ja. In de winkel bedoel je? Ja. Maar hier hebben we nog. Zo. Zo. Deze kant is nog open. Die kant is, ze hebben nog eventjes. Die kant is open. Maar dat is echt de buitenste raam, hè? De buitenste raam. Maar die andere kant. Kijk, die is helemaal mooi dicht. Als die voor 70% is gevuld. Ja, afgesloten, dan weet je ook dat je honing over het algemeen droog genoeg is. Dus dat er dat percentage water. Ja, minder dan 20? Ja, minder dan 20, ja. Minder dan 18? Ja, liever 18. En hoe minder vocht erin zit, hoe langer die houdbaar is. En volgens mij onder de 18 is die eigenlijk onbeperkt houdbaar. Ja, dan gaat het echt springt het met een hele lange periode. Nou, volgens mij hoeven we dit verder niet te checken, want dit is gewoon vol. Dit nee, moeten we inmiddels gewoon, is ook helemaal vol, hè? Ja, het is allemaal vol. Ik kan er eentje uithalen. Ja, voor, even voor om. Jeetje, had ik niet verwacht. Nee, want de laatste keer dat we deze kast gekeken, nou? Toen was het heel rustig. Moet je kijken. Helemaal vol, hè? Onderop zien ze nog een beetje. Ja, hier in het midden hebben ze nog ruimte. Ze kunnen nog een klein beetje, maar het gaat goed. Maar we kunnen volgende week, als het mooi weer is. Ja. Zouden we. Het is morgen of volgende week heel erg mooi weer. Ja, daarom. Dus dan. Laat je warm in je eind pakken. Van de week moet. Korte eind broek aan de gaan. Eind van de week, honingslinger. Maar dat geluid vind ik wel heel apart. Ja. Misschien dat iemand in de comments kan zetten. Van waar. Wat dat is. Echt heel. Net of er een. Zo'n soort helikoptertje. Ja. Ik zag trouwens al de eerste wespen heen toeslaan. Schijnt dat het dit jaar enorm veel wespennesten succesvol zijn. We hebben er een week of 2, 3 geleden heb ik een wespennest bij ons. Ja, dat is hier op 50 meter vandaan moeten opruimen. Maar dus er worden heel veel wespen verwacht omdat we een hele zachte winter hebben gehad. Hè. En dan moet je natuurlijk oppassen voor roof. Dus je moet ook opletten dat je je vuil, dus je raad of wat er ook, wat je afsteekt, dat je dat meeneemt. Dat je dat niet rond je plek van je kasten doet. Want ja, dat is alleen maar een uitnodiging op uitnodiging om rovers te lokken. Dat kunnen wespen zijn, maar dat kunnen ook van een andere. Ja, als je een zwakke kast hebt. Dan. Ja, deze kast die hier zit, dat is natuurlijk een jonge kast. Ja, nu doet hij het. Met zoveel grootte erbij.
is dat even link? Kijken of je de... Dat is zwaar, denk ik, hè? Ja, we zullen straks even, of straks met het honing slingeren volgende week. Nou, ga er vanuit, hè. 10 ramen, 2 kilo per raam, zit gewoon 20 kilo. Ja, maar dan pakken we even een weegschaal erbij. Dat is wel leuk echt om niet te zillen bijna, hoor. Nee. Kijk, dit is het koningenrooster. Oh ja, ja. En dit is een heel dun roostertje. Ja. Daarom zag ik hem niet. Nee. Maar dat houdt dus tegen dat de koning hier boven kan komen, geen eitjes kan leggen in de honingkamer, zodat als je gaat slingen dat er geen larven of dat maken we zo wel even schoon. Daar zit honing. Lekker. Even kijken. Ja, deze af en dan kun je die even afkloppen. Ja, ze hebben ze ook helemaal dicht gesmeerd. Ja, dat is een dun rooster. We hebben ook echt koningenroosters. Dat zit met een houten framepje erin en zo. Echt een laag van een centimeter zo wat. Dus vandaar dat ik zei van er zit geen rooster tussen, man. Ja. Ja, ik wil hem niet helemaal krom trekken. Hij zit helemaal. Ja. Hij zit helemaal aan de ramen vast. Maar wat doen we nog nou? Oh ja, over de comments. Als je nou in de comments, als jij weet wat dat hele donkerige zoom is, dat, nou net of er een kever onderin zit te blazen, en met zijn vleugels, met zijn dekschilden bezig is. Als jij nou weet wat dat is, zet het even in de comments. Schoonmaken. Ja, ik wil even hier zo. Hier is het mooi druk. Dat zou nog even doen. Kijken of er genoeg broed is. Ik denk het wel. Ik zie nog bij met stuifmeel veel zien. Donker geel stuifmeel lopen, oranje. Toch, hè? Je trekt die kasten open, maar ze zijn eigenlijk vrij snel weer gewoon door met waar ze mee bezig zijn. Ja. Het is echt een heel zacht aardig volk. Nou, moeten we eigenlijk even... Dat raad moeten we eigenlijk straks even meenemen dan. Welk raad? Wat ik net zei, dat we dat niet moeten... Oh, hier neer gewoon. Ja, maar hier zit geen honing in. Nee, maar ja. Sapmachine. Die sapmachine... Ik zal maar zeggen. Nou, ik haal gewoon het laatste raam eraf. Die slaan we even af. Die zetten we ernaast en hebben we ruimte om de rest te... Ja. Want het zit echt vol. Deze ik kan niet verwachten dat hij zo goed ging. En we gaan dus kijken of we dit geluid kunnen achterhalen. Wat ik heel... Jeetje. Deze kant, ja. Jeetje. Kijk, ja, die grote hier. Dat zijn die darren. Dat is een dar. Ja. Er zijn eigenlijk hele lompe mannetjes bij met grote ogen. Dat ze goed de koning kunnen zien als ze een bruidsvlucht doen. En voor de rest zijn het allemaal werksters. Hier nog een dar. Darren kunnen ook niet steken. Ze zijn aangelegd alleen maar goed voor één ding. En daarna worden ze gewoon eruit geflikkerd in het najaar. Ik zie geen koning, zo 1, 2, 3. Ja, dat zou niet zijn. Wat zeg je? Nee, ze zaten in zo'n kringetje. Maar ik zie geen koning. Deze keer af. Ja. Sla op je vuist, wacht even. Sla niet op het raam zelf, maar gewoon op je. Hier is het raam even schoon, dan kunnen we hem gewoon je ook zien dat hier eigenlijk nog weinig gebeurt. Ja. Ja, laat eens dat raam nog eens zien. Dat er helemaal niks in zit. Nee, er zit geen... Nee, ze waren echt aan het voorbereiden. Hier zit een klein beetje honing. Hier zit nog een beetje in. Nog een heel klein beetje broed, drie, vier dingen, maar het is echt heel weinig. Vergeleken met wat je boven ze zit. Ze hebben dus nog ruimte, dus daar hoeven we ons niet... dus ze hebben niet een tweede broedkamer nodig. Nee, dat hebben ze zeker niet nodig. Eerder honingkamer. Ja.
Maar dat gaan we volgende week oplossen. Ja, dan is er weer genoeg ruimte voor honing. Ja, dan kunnen ze nog een keer, dan kunnen we het einde van de zomer kunnen nog, de, nog een keer slingen als het goed is. Ja. Het ligt een beetje natuurlijk aan de bloeien in deze. Zo. Ja, hier zit wel wat. Hier zit ik heb ze net open gemaakt. Eén seconde. Ja, er komt er eentje uit. Kijk. Oh, oh, oh. Kijk, kijk, kijk. Hier. Waar zit die? Het kapje is open. En er zit een nieuw bij, komt er zo uit. En die zijn er nog heel fluffy. En die gaan meteen aan het werk in de kamers die vuil zijn. Gaan ze meteen poetsen, want ze hebben zoveel fluffy haar dat ze gewoon meteen kunnen, aan het werk kunnen. Ja, hij komt er nog niet uit. Nee. Ja, het is zo goed. Gesloten broed. Wat darrenbroed zie ik. Iets darrenbroed, dat zijn die grotere kamers, die zijn even groter. Ja, die hebben zo'n bubbel ruimer en een bubbeltje erop. Dat zie je hier. Ja. Ja. Maar ik zie nog geen koning. Nee. Bij deze heb je eigenlijk bijna gewoon geen, geen rook nodig, hè? Nee. Nee, ik heb de roker net al eventjes weer een beetje wakker gemaakt, anders gaat hij uit natuurlijk, maar die gaat hartstikke goed. Jeetje, Mina, moet je kijken, man. Goed, hè? Het is echt helemaal vol. Ja, dat is mooi. Nou, dames. Is ook helemaal... Ja. Ik ben vol met broed. Ja, ja. Stuifmeel zie je, die bijtjes aan de onderkant. Ze lopen hier aan de andere kant. Veel met stuifmeel hoor. Ja, hier zie je het. Hier liep er net eentje. Hier. Ja, kijk, hier dat gesloten broed. Dat is even mooi om te laten zien. Van dichtbij. Echt mooi gesloten broed. Nou, er zit dus sowieso een koning in. Ja, dat kan ja, ook dat een, kan bijna niet anders. Dat zou heel gek zijn. Volgens mij is deze koning ook gemerkt, dus we moeten dat wel straks zien. Zo niet, dan kunnen we dat ook straks meteen even doen. Maar er is ook wel iets, ook zoiets, dat je denkt van nou, dan zie je sommige imkers met wat kaarten. Of denk je, nou ja, maar dat kaartje, je weet, je kan dan niet, bent dan niet dement. Maar als je wat meer kasten krijgt, dan is het toch wel fijn om te weten, dus met een kaart, van een kaart waarop je schrijft of in je boekje, wat dan ook, kast nummer 1, dat en dat, die koning, gemerkt met wanneer die gemerkt is, wanneer ze gemerkt is, wanneer ze gemerkt is, wat je gedaan hebt, welke datum je wat doet. Zullen we, weet je op een gegeven moment ook waar je naar moet zoeken. Want nu weten we niet eens of we een gemerkte koning of een ongemerkte koning moeten zoeken. Een gemerkte koning is zoveel makkelijker. En ja, die kleur, die kun je dus ook corresponderen met het jaartal. Dus volgend jaar, of dit jaar was het wit? Nee? Ja, volgens mij vorig jaar wit. En dan dit jaar, is het, je hebt 4 kleuren. Want elke 4 jaar moet je in principe je... Ja. Je koning dan vervangen, dus dan weet je als je een witte ziet, dan is het dus uit 21 of 4 jaar ervoor. Ja. Nou hebben we alleen een witte stift, dus dat zouden we dan moeten opschrijven dat als we het nu merken met wit, dat het dan 22 is. Ja. Nou, dat is er niet hoor. Nee, dat zit er niet meer. Kijk. Ja, ook al vinden we er niet. We weten in ieder geval dat ze erin zit. Ja, joh. Want het is een soort een mierenhoop. Een heel kort raampje. Ja. Het is echt ongelooflijk. Sommige lijken gewoon... Ze hebben zo'n heel mooi... Vachtje, hè? Zo'n, ja, het zijn hele mooie bijtjes. En die hebben dan... lijkt net een witte stip, man. Op een als je ze van schuin bekijkt. Ja. Een soort fluffy... Stomme darren erbij. Iedere keer denk je, oh ja,
Ik zie er, maar dan zie je er niet. En koning gaat ook altijd naar de achterkant van zijn ding. Die wil altijd naar het donker toe. Dus ja, als je even te lang wacht, dan hup, vlucht ze zo naar de andere kant. Ja. Maar volgens mij zit ze hier ook. Nee, hij zit zo. Nou, dus tijd geleden dat deze kast, of tijd goed geleden. Gaat. Ja, hij gaat heel goed. Ik had niet verwacht dat hij zo goed zou gaan. Het zou wel verklaren waarom er toeter en ding is. Maar ja, ze hebben nog hier ruimte, dus zouden nog gewoon... Je zou bijna zeggen dat het te vol is, hè? Ja, maar ze kunnen ook naar boven, hè? Dan was het ook wel vol. Ja. Maar ja, daar zit natuurlijk alles dicht al. Dus we moeten echt wel van de week gaan... gaan dingetje. Niet te lang wachten, inderdaad. Kijk, hier zit de open broed, zie je dat? Wat is die? Nee. Zie je dat, open broed, dat, de witte? Ja, die... Die wil ze laten zien. Nou, kijk of dat te zien is. Ja, je zit precies onder je... Maar ze zitten net met z'n allen... Ja, daar komen we nog wat tegen. Ja. Zie je het? Ja. Tussen probeer ik de koning te vinden, maar... Echt hele kleine bijtjes. Klein? Ja, de kleine bijtjes, toch? Nee, ja, maar nee, ze zijn groter dan die bukvast. En die, aan die rechter? Ja. Dat gaan we zo zien. Nou, hier ook niet volgens mij. Nee. En nog een paar ramen te gaan, dus... Yes, wat een volk. Moet je kijken, man. Heb je al gehad, hè? Het zit gewoon op je handen en het is gewoon helemaal vol. Neem je tijd, hè, jongens, voor dit soort dingen. Moet je... Als je nu een ongemerkte koning moet zoeken, dan... Ja, dat is heel lastig. Zeker voor dummies. Zeker voor ons. Hier zie je stuifmeel, het gele. Ja. Jeetje, Mina. Nou, ik zie het ook niet, hoor. Nee. Ik weet dat er vorig jaar ook bij een van de inspecties... Nee, een van de inspecties, een paar inspecties... Maar was dat deze kast? Op een rij. Deze. Ja, deze kast was dat. We hebben heel lang gezocht, hè? Niet te vinden. Nou ja, ze komen niet van de lucht, zeg maar. Die, Nee. Ja. Dus ze zitten erin. Ik heb ook nog geen rare koningencel of zo. Maar wat, nee. Wat dat geluid dan was? Jeetje. Helemaal vol met broed. Ja. Wat ik altijd grappig vind, als je koning vindt, heb je altijd een soort van hoe. Ja. Dan denk je echt zo, jeetje. Ja. Instant happiness, maar ja. Niks, hè? Nee. Hoor. Ja? Ja, hoor. Oh, hoor. Brommen of zo, grommen.
Kijk, deze is een dansje aan het doen. Waar de stuifmeel is. Zie je dat? Ja. Dus dan doen ze een dansje met hoe ze draaien, welke kant ze opdraaien, hoe hun achterlijf staat. Vertellen ze dus eigenlijk de andere bijtjes. 2 kilometer zuidoost is een veld met bloemen. Of een veld met koolzaad. Of noem maar. Dat kunnen ze ook in het donker. Dus ik weet niet hoe ze dat zien. Ja, dat doen ze ook in het donker. Want dit is ja, normaal gesproken is het dicht. De kast dicht. Kijk aan de volk, man. Allemaal broed, hè? Ja, dus deze... Die gaat exploderen, joh. Ja, daar moeten we wel mee opletten, dus. Echt mega druk, hoor. Ik zei nog wat te vullen, maar ja, ze legt 2000 eitjes per dag, hè? Ja, als ze zeggen... Als de goede kolonie is. Ja, als ze zich lekker voelt. Geen stress, geen gekke dingen, dan kan het echt mega hard. Dus we moeten dat wel in de gaten houden. Voor de mensen die ons nog niet kennen, we hebben dus door de corona... Niels had zich ingeschreven voor een cursus imker. Ja. Ik ben altijd al helemaal weg van de mieren geweest. Ja, insect in het algemeen denk ik ook. Insect in het algemeen, maar de bedrijfsnaam is Artsnins. Dus je denkt van wat is dat nou steeds? Dat is... Oh, dit is de timer. Ik ben een bak aan het vullen. Arts en Ins, kunst en mieren. Maar ja, door de corona, doordat dat uitbrak, was die cursus natuurlijk klaar. Ja, dat wil je niet. Je wil zo graag. Dus toen zijn we het zelf gaan kijken. YouTube. Veel filmpjes gezien van Ben. Sens Roms. Die? Ja, super handig die filmpjes. Ja, dus die kijken we, die hebben we dan veel gekeken. En. En ik heb hulp gehad van Frans Pries. Daar heb ik ook Volkje van overgenomen of gekregen. Ja, ja, ja. En we hebben natuurlijk tips en Volk gehad van. De koning, Ernst Koning. En vanuit Vatopedi, van het klooster, het Griekse klooster. Ja. Dat was natuurlijk meteen met de neus in de boter. Je hebt gewoon 1500 kasten staan, hè? 1500, moet je je voorstellen. Dat is gewoon een dagtaak. Ja, met meerdere mensen. Ja. Maar die halen ook enorm veel honing uit... Nee, dingen natuurlijk. Ik zie geen koning. Ik kan niet vinden. Nee. Maar? Nee, dit is hier achter een auto die aan het opstaan is. Oh. Nou, dan elektrische auto's lijken heel erg op bijenkasten. Nou, dan doen we deze terug. Dan hebben we de koning niet gevonden, maar daar maken we niet zo druk om. Want het is echt heel druk. Ja, we moeten ze wel even voor. Ze is niet gemerkt. Straks meteen even in de map zetten. Ja, waarschijnlijk niet. Nee, de raampjes stonden dus allemaal eigenlijk zeg maar eventjes op de verhoging. Zodat je wat meer ruimte had. Ja, je wilt natuurlijk niks verpletteren. Zeker de koning niet. Nee, dat zou zonde zijn. Maar we moeten straks wel even een klein beetje roken om ze netjes in de kast krijgen. Ja. Want... Ongelooflijk. Het is lang geleden ik zo'n drukke kast heb gezien, hoor. Ja, hè? Deze gaat extreem goed. Ze zijn nu in één keer worden ze wat... Ja. We gaan natuurlijk in één keer alles... Maar deze is nog open, dus we hebben hier nog één raam. Ja. In de buitenkant ook een beetje. Dus we hebben nog wel wat ruimte, maar we moeten niet te lang mee wachten. Nee.
Wees er even roken. Ja. Kijk, dan moet het duimpje eigenlijk allemaal naar binnen gaan. Zo. Ja, ze krijgt het idee dat er brand is, dus ze gaan hun maag vol eten met honing. Oh ja, er zit hier geen honing. Kijk, nu is hij leeg, dus dan kun je hem vrij makkelijk... En natuurlijk eigenlijk zo min mogelijk bijtjes verpletteren. Eigenlijk niks, maar dat weet je natuurlijk nooit. Maar dit gaat goed volgens mij. Dit gaat goed. Zo, nou dan krijgen we die hele zware kist, die gaan we erop zetten. Moet jij even opletten dat het Jemina de koningenrooster op zijn plek blijft. Zit ik een beetje goed? Wachten. Ja, zo kan maar. Even wachten, want hier zit er echt een zootje. Ja, zo hier ook. Ja, het is gesloten jongens. Een stukje schuiven. Ja. Ja. Okay. Ja, er wordt wel eens één of twee bijtjes natuurlijk geplet. Dat wil je natuurlijk nooit. Nee, meer. Ja. Voor de kast even, of naast de kast afslaan. Dan is die... Ja, en dit is de kleine kast, hè? Dit is de kleine kast met één... Eén broedkamer. Nou weet ik dat we bij kast... hier hebben ze een drietje trouwens op staan. Kast 2 in ons geval. In de hoge kast. Die heeft 2 broedkamers. 1 honingkamer. Daar hebben we vorige keer besloten. Omdat die zo druk was. Van hey, we moeten er een broedkamer opgooien. Ja. Maar volgens mij de laatste keer hadden we zoiets van... Nou, hadden we eigenlijk niet veel tegen. Viel tegen. Ja. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Heb jij dat mes nog? Zie, wil jij deze doen? Even ja, is goed. Dat is goed. Ja, hij is opgeladen, de stofzuiger. Ja, ongelooflijk. Deze zit helemaal niet vast. Nee, kijk, dan rust. Jij, deze honingkamer, daar gebeurt dus ook helemaal niks mee. Nee, maar zouden we die honingkamer niet daarop moeten zetten? Ik bedoel, als we deze afslaan, zit helemaal niks in. Zit helemaal niks. Nee. En die zit helemaal... Maar we hebben hier geen honingkamer. Nee, maar ik denk niet dat hier heel veel gebeurt. Oké. Dus als we deze afslaan en we zetten die daar bovenop... Wordt even nu bedacht, jongens. Ja. Ja, ik denk dat dat beter is. Ja, er gebeurt helemaal niks. Moet je kijken. Ik weet niet of je aanstaat. Ja, neem even... Staat de microfoon aan? En dan op het rode knopje. Kijk, hier hebben we ooit een keer een... honingkamer opgezet. Maar er zit helemaal niks. Helemaal niks. Dus dat is, ik weet niet wat hier gebeurt. Dat gaan we zo even ontdekken. Het zat ook helemaal niet vastgeplakt. Hè? Dus het is dan toevallig. Nee, maar moet je kijken. Klemmen gewoon. Er zit hier gewoon... Nee, maar er is helemaal niks. Kijk, het is gewoon zonde. Dus ik denk deze afslaan. Wat er gebeurd is. En dan... Dan op die andere zetten. Ja. Oké. Denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dan slaan we eerst deze af. Ja, dan zetten we... Die zetten we hier neer. Er zit hier ook een rooster tussen. Ja, koningenrooster. Omdat dit natuurlijk 2 broedkamers zijn. Ja. Dat is toch vreemd? Geen... Ja, ik denk terwijl dat die van de buitenkant, als je hem dus ziet... Ja, vliegt de... Dan vliegt die... Maar ja, misschien hebben ze gewoon hier koning gewoon bij hun broed gedaan, hè? Ja. Afslaan. Dus bijna... Nee, er zit niks in. Maar bij, kijk, en deze zit... Maar dan halen we hier het koningenrooster weg. Dan houden we hier gewoon 2 broedkamers. Ja. Dan kunnen we deze misschien daar nog toepassen als het nodig is, ja. Ergens. En we hebben nog een broedkamer. Even filmen, zodat je kan zien hoe het hier er dan uitziet. Zie. Want van buiten, je ziet ze met het vliegen, is het wel altijd een drukke kast. Ja, andere koningenrooster. Zie je dat? Met een houten rand eromheen. Ja. Wel goed dichtgesmeerd. Nee, volgens mij. Zo naar die bovenste kamer, die is niet voor ons, hoor. Kijk, hier. Hier is het drukker.
zijn nog wel rustig, hè? Niet rustig qua bijen, maar... Nee, maar het is... Oh. Kijk, ze worden in één keer, hebben ze het idee dat de deksel eraf is. Wakker. Zet deze hier tussen. Ja. Nee, maar dit volk is... Een koning hierop. Ik ben heel benieuwd of we hier een koning gaan vinden. Ja, die moeten we hier wel vinden. Dat is wel belangrijk. Ja. Maar wat je kan doen is anders even nu die deksel erop doen. Nee, sorry. Deze afslaan. Ja. Dan die deksel er even op. En dan doen we hangen gewoon even weer die andere erop. Maar ze hebben het wel vastgeplakt, hè? Of ja, zit ze klem? Gewoon klem. Dit zijn nieuwe raampjes. Ja, heel hier. Het is gewoon zonde om het niet te doen. Het is alsof je nieuw is. Uit de winkel. Ja. Zo. Dan moeten we die 1, 2 bijen die erop zitten. Er zit hier echt 1, 2, 3, 4 bijen op. Zo. Nou, hier nog 10 bijen. Nou, daar worden ze wel een beetje pissig van, maar... Ja, die 10 bijen die worden niet echt warm of koud van. Wordt ze ook niet... Ik hoor niets van ze. Nee. Ja, dan gooien we die naar boven. Dan ben ik heel benieuwd hoe snel dat... Nou ja, maar ik al zei, hij is echt helemaal proppievol. En toen vorige keer geslingerd hebben, zat hij niet zo verzegeld als deze. Nee. Ja, maar ook de andere kast. Ik heb nog nooit zo'n kast helemaal vol verzegeld. Nee. Normaal gesproken is het dan 80% of zo wat we doen. Ja. Deze is helemaal leuk. Dus deze kunnen we nu al... Ja, gewoon om katten. Om katten. Ik weet niet of dat een imkerterm is, maar... Ombouwen. De mensen die... Kijk, dan leg ik deze hier. Deze even hier. Toch even hier op, maar even op zijn kop. Ja. Deze even hier tegenaan. Deze kan hier op. Ja, er zit gewoon ruimte tussen. Nee. Zo, ze hebben het snel dichtgeplakt. Zo. Zo. En dan hier, die hierop, dus dat is een extra honingkamer. Ja, kom maar. Nu zijn ze nog wel. Hopen dat hij een beetje past. Ja, het is weer een ander dingetje. Volgens mij. Als ik het voel, zit hij overal een beetje... Ja, zit er goed. Kijk, wat dan hij hangt nu aan de linkerkant erover. Ja. Ja, kan niet. Ja, of we moeten er een koningenroos... Nee, zo gaat hij goed. Nou, zo is het. Zo gaat hij goed, ja. Nou, die krijgt een schrik van haar leven. Nu denk je, hoe? Alle honing weg. Wat hebben ze snel gedaan? Oh, deze moet wel een... Deze plaat moeten we gaan vervangen in het najaar of zo, want het trekt een beetje krommig. Ja, dat is ook oud hoor. Sorry. Je moet wel zodat ik even steen. Ja. Steen. Ja, dat doen we sowieso bij alles. Hè. Even een steen erop om het gewicht te hebben. Dat als er kiertjes zijn, dat ze nog open. Nu een, ja, is het een grote steen. Weet je, mocht het een keer waaien of weet ik veel wat, maar het is ook gewoon het gewicht dat het... Je moet zo goed. Even meer op. Ja, we hebben nog zo'n steen ergens, doen we zo wel. Heb je die nog staan? Ja. Is die meteen helemaal klaar? Er zit nog een dode bij daar. Ja. Oké, nou gaan we door met deze kast. Ja. Je hebt mis? Zie. Wil je hier gewoon even twee raampjes checken en dan de koning zoeken? Even inmiddels de ruim, dan kunnen we kijken. Want nou, hier kan de koning ook in zitten. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar anders moet je eerst even de zijraam eruit halen. Dan hebben we ruimte om het op te schuiven. Dat is misschien handiger. Een verschil hè, qua drukte in de kast. Ja. Nou, misschien dat die onderste laag wel...
Ja, maar ze hebben het mooi uitgebouwd. Aan deze kant uitgebouwd. Nog niet. Aan deze kant hebben ze al een beetje gesloten. Oh ja. Gesloten honing. Ja. Dus ze zijn wel degelijk bezig met honing. Ja. Maar ze denken, ja, we gaan niet helemaal naar boven als dit nog ruimte zat heeft. Geen honing. Lijkt me ook gek, want hier zit helemaal geen broed in. Dus ja, wat moet een koning hier? Hm. Ik verwacht dat ze in de onderste bak zit, maar ja. Ja. Zo. Dan zet je me hier neer. Eerst even iets dichterbij. Zo. Oké. Okay. Zie je, nou kan je dus elke keer een klein stukje zonder dat je elke keer die ramen eruit moet halen. Dat is echt... Zo. Deze is zwaar. Ja. Maar kijk, het is wel grappig. Dus combinatie. Kijk, even, dat laat ik even laten zien. Kijk, hier zie je dus... honing. Honing, gesloten honing. Hier is even niks. En dan hebben ze hier het broed. Heel netjes. En hier zit een... Ik denk dat er net iets uit gaat komen. Zie je dat? Zo'n bubbeltje. Ja. Maar het duurt nog eventjes. En waar je altijd even naar kijkt is of aan de zijkant geen koningendoppen zitten. Dat zijn van die hele lange. Maar dat zit er ook niet in. Zie je ook een stukje gesloten. Hier weer broed. Hier wat darrenbroed. Ja. Kunnen eruit, hè? Dat darrenbloed. Ja, ik had het laten zitten, hoor, met je. En niet meer van die opvreters erbij. Nee, dat vraagt allemaal honing. En darren kunnen ook gewoon van de ene kast naar de andere kast, hè? Ja. Vrij makkelijk. Ja, die zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ze kunnen overal aanschuiven. Ja, ik zit te denken... Wat gaan we doen? Ja, dus ze kan ook hier zijn. Het zou kunnen. Ik doe hem nog eventjes. Dan schuiven we deze gewoon naar de buitenste. Ja, dan schuif ik hem gewoon en bij deze vast. Dan schuif ik straks die lege naar eentje naar binnen. Ja, precies hetzelfde. Ja, boven honing. Over honing, super zwaar raam. Helemaal vol met broed. Helemaal vol met broed. Dus de koning is hier in ieder geval geweest. En is dus ook aanwezig. He, dus is geen... Nee, want als je nou een moerloos nest hebt... dan kan het zijn dat een werkster... zeg maar koning wordt. Die gaat een eitjes leggen, maar die is natuurlijk nooit bevrucht. Dus die krijgt alleen maar darren. Dus op een gegeven moment krijg je dan zo'n heel raam vol met alleen maar van dat hobbelige broed. Maar dat is niet goed, want dan gaan ze gewoon dood. Er komt gewoon geen nakomelingen meer die het broed kan verzorgen. In de gaten, concentratie. Zo. Mooi. Serieus werk. Weet je, zo'n hele grote kast vol met bijen. Het zijn gewoon 50.000 bijen. Dit zijn geen 50.000 bijen hoor, maar het zijn er wel aanzienlijk veel. Veel hoor. Weet je, het is niet een ongezond, maar wij zijn gewoon als dummies, hebben we te snel gedacht, weet je wat, we doen er een broedkamer op. Ja, dan kunnen ze uitbreiden. Maar wat voor hun was het zoiets van, nou, het is hartstikke mooi zo. Nu kunnen we onze honing bij ons broed eigenlijk de natuurlijke manier hebben. Dicht bij elkaar. Dicht bij elkaar. Het is ook beter de temperatuur te controleren, want bijen zijn heel erg op temperatuur, hè, voor het broed, voor de koning. Dus dat is wat er gebeurd is. Hier zit nog wat darren. Dus je moet eigenlijk niet te snel, want dan denken ze, wat ben je mee bezig? En als je te langzaam doet, dan denken ze, het is te krap. We gaan een nieuw koning maken en we gaan zwermen. En dat wil je zeker niet.
Zeker niet voor de buren. Maar ook niet voor je eigen volk, want je bent gewoon de helft van je bijen kwijt. Ja, en je zuivere koning. Hè? Ja. Als je een zuivere koning erin hebt. Ja, altijd is dan een P1 is het zuiverste. Hè? Die komen dan van die fokplekken. Stations. Ja, Monnikendam geloof ik, Texel of Terschelling. Nee, niet Monnikendam, maar waar hebben we nou? Marken? Marken. Pierre, zei ik Ernst? Ja. Ik zei Ernst, hè? Zei ik. Ja, Pierre. Dat is Pierre de koning. Gaat lekker, hè? Ja, dacht al. Ja, nog een. Nee, dat komt dat ik heb ooit les gehad als om bonsai cursus van Pierre en Ernst. Het zijn totaal verschillende mannen. En Ernst die denkt dat hij is bang voor mij of ik weet niet eens of die meneer nog of die nog doet. Denk het wel. Zo, vol met bij, hoor. Ja. Dus het is niet dat het een zwak volk is, want het zit gewoon vol met bijen. Ja, het zit vol met bijen. En het is veel honing, gesloten broed, gesloten honing. Dus ze zijn echt wel gewoon lekker bezig. Ik ben heel benieuwd of ze dus straks ook een honing hier beneden hebben. Ja. Ja, zie je dat open broed? Ja. Larven. Zeg, wat een dikke dar. Maar ik zie nog geen... Of wij zijn gewoon niet goed daarin. Dat zou kunnen, hoor. Maar we hebben toch al de nodige koningen gevonden en gemerkt en weet ik veel wat. Dus nee, dat moet wel kunnen, maar ja. Kun je nagaan als je dan zo 1500 kasten moet doen. Ja, maar dan moet je gewoon elke dag monnikenwerk, hè? Ja, monnikenwerk. Letterlijk en figuurlijk. Ja, je zoekt dus eigenlijk een normale bij die een langer achterlijf heeft. Want de koning heeft gewoon echt gewoon een anderhalf keer zo lang achterlijf. Die wordt eigenlijk omringd door een hofhouding. Voor gesloten broedier. Ja. Dus dat gaat ook goed. En zij wil gewoon vluchten. Dus als je hem omhoog haalt, dan denkt ze licht. Ik wil naar het donker toe. En dan loopt ze naar de andere kant. Dus je moet... Ja, het is best een... geconcentreerd werkje. Toch, door het weghalen van deze bodem, deze honingkamer. Mm-hmm. Ja, ze hebben natuurlijk nu wel genoeg ruimte, maar het is toch een volle bak. Ja, ja. Het kan meer best kans als dit zo doorgaat dat er nog wel een honingkamer op moet. Ja. Maar niet nu. Nee, zeker niet nu. Ja, ze hebben echt aan de rand hebben ze honing en aan de... In het midden het broed. Laatste ramen van de bovenkant. Ik denk dat de koning dan in de onderste zit. Nou, dat gaan we zien. Ja, en dan ik ben benieuwd inderdaad wat jij zegt of er dan beneden ook honing zit. Ja. Is zwaar, hoor. Zijn iedere keer mega zwaar. Echt een heel mooi, hè, zoals het nu verdeeld is. Als je ziet honing gesloten broed. Eigenlijk. Ja, allemaal hetzelfde. Ja, je kan het zo niet slingeren, want dan heb je een derde gesloten honing en dan. Bijna 2/3 broed en wat open ruimte. En af en toe een kijk, en als je dat verdeelt over de hele kast, en dan heb je eigenlijk hetzelfde als dat. Zit er niet bij, hoor. Nee. Nou, laatste. Wel onwaarschijnlijk dat ze daar zit. Maar we hebben er best wel wat gemerkt, toch? Deze moet toch gemerkt zijn? Of ben ik nou gek?
Daarom zeg ik, die kaarten, dat is echt iets... Echt handig, hè? Ja, dat is echt heel handig. We zijn bij de kasten in het bos, zijn we daar verstandiger in geweest. Ja. Nou, deze is nog leeg. Of tenminste, er is nog ruimte. Ja, hier zit geen koning in. Nee, dat lijkt me ook niet. Vandaag is het 9. Nee, niet. Mooi. Dus alle kamers aan het schoonmaken, aan het opbouwen. Nou, ik doe de ramen ondertussen weg. Leg ik weer eventjes één laagje lager. Wat zou nou volgens jullie het beste zijn om te doen met deze kast? Hoe krijgen we het voor elkaar om ze toch... Je wil natuurlijk niet een broedkamer nu kleiner maken. Ja, dat wordt dus van het najaar moeten we dat wel gaan doen. Maar als je dat nu nog zou willen omzetten, hoe kun je ze... En dan zou je zeggen van, ik doe er een koningrooster onder, hier tussen. Ja, niet nu hoor, maar voor een volgende keer. Zodat je op een gegeven moment... Ja, als we, nou, ik ben benieuwd wat hier onderin zit. Maar anders zou je denken... Als we het helemaal volbouwen, uiteindelijk toch weer een koningenrooster en dan een honingkamer erop. Ja, maar hier tussen een koningenrooster. Dat zou kunnen. Dan raak je, want je bloed kwijt. Dat kan. En dan kan je op een gegeven moment kan je dan. Dus dat zouden we zo kunnen doen. Als we nou de koning onderin vinden, kunnen we de koning onderin houden. Maar we moeten even kijken of er genoeg ruimte is. Maar ik zou deze inderdaad nu gewoon afsluiten met de deksel. Ik weet niet waar die plaat is. Oh, die, zat, ja, die is in één keer meegekomen. Nee, ja, dat heb ik erin gelegd. Dat is niet zo handig. Hoor. Wel lekker hoor, zo'n zonder handschoenen. Oh, laat je niet foppen door mensen die zonder handschoenen ziet gaan. Die hebben heel vaak, zeg niet alle, want anders krijgen we dat. Maar koolzaadolie of zo, toch? Ja, ze hebben er en iets overheen. Speciale koolzaadolie. Onbe... Vers, nee, rauw. Rauwe. Die smeer je dan weer in, dan maskeer je zeg maar de geur van jezelf. En dan, die zijn niet bij je, maar voordat je nou denkt, ik ga eens eventjes... We hebben ook wel eens een kast gehad die in eerste instantie wel aardig leek. Nou, daar waren we even mee bezig. Nou, als we toen geen handschoenen aan hadden gehad, hadden we iemand anders moeten laten filmen. Zo. Want die had... Iets moet doen, niet zeggen. Nee, dat gaat nog niet. Ik ga hem daarop zetten. Ja. Diagonaal. Ja. Jootje. Zwaar, joh. Ja. Dat is natuurlijk een broedkamer. Die zijn toch net te verhogen. Dus als we een... Kijk, zo ziet die tweede... Of eigenlijk die eerste broedkamer eruit. Doen we eigenlijk hetzelfde systeem, hè? Gewoon het eerste raampje eruit halen. De meestal de buitenste ramen zijn het rustigst. Ja, is ook licht. Niet rustig qua bij. Nee. Maar wel... Maar het is een oud raam, hè? Volgens mij zie je ook dat die gaten groter zijn. En meer zo'n darre rooster. Dit is een vreemde bij. Is die dood? Maar die doet niet helemaal meer. Maar die mist een vleugel of zo. Dat is een hele vreemde bij. Volgens mij is die niet goed uit... Nee, zou kunnen ook. Ja, maar goed. Zetten we die weer even hier tussen. Gek hè, want deze tot nu toe... Ja, even kijken straks of ze de middelste dingen zijn. Maar die andere ramen zagen tot nu toe gezonder uit. Ja. Misschien is dit ja toch dat het oudere. Ja, dat kan hoor. Dat moet ook gaan. Dat kunnen we op een gegeven moment beter. In de winter voor alles verschonen. Ja, winter.
is natuurlijk lastig. Je kan ze niet in hun winter, toch? Nee, natuurlijk niet. Maar je zou natuurlijk... Hier zit wijn, ja, zit wel wat bloed. Die middelste kamer is B, is gezonder. Ja. De bovenste kamer. Maar ik denk dat het inderdaad wat je zegt, dat komt. Deze was nieuwe ramen. Dus ze hebben allemaal nieuw, kunnen ze opnieuw uitbouwen, alles schoon. En dit was oud. Ja, hier zit wel gesloten broed. Ja. Darren zijn echt een beetje dommig, hè? Ja. Veel ook hier, hè? Veel darren. Ja. Weinig koningen. Gelukkig maar. Eentje is genoeg. Eentje is genoeg, maar vindt hem eens. Hier zit wel een speeldop. Ja. Wel een oude, hoor. Het is wel grappig, want het begin, als je zo'n kast open doet, dan is dat gezoom is best wel indrukwekkend. Maar nu sta je er al een hele tijd bij. Nee. Het wordt steeds normaler. Nee. En ze zijn ook heel rustig, dus dat maakt het ook wel... Deze zit wel vast. Het is eigenlijk onopbeerlijk, hoor jongens. Een imkermes. Of een bijtel of een dinges. Ja, één keer bijtel, zoiets. Maar in ieder geval, of een schroevendraaier. Als je hem kwijt bent en je hebt iets nodig, want hij zit gewoon vast. Om zo'n kast te gaan rukken, dat gaat gewoon niet. Geen honing, hè? Nee, totaal geen honing. Dus ze doen toch wel de honing bovenin. Maar als we haar nu niet vinden, dan kunnen we niet die honingrooster eronder doen. Nee, ze moeten... Dan is deze kast eigenlijk voor dit jaar gewoon nog een opstartkast. En dan moeten we dat volgend voorjaar... Ja. Dan zouden we het volgend voorjaar moeten we dat gewoon meteen doen. We moeten wel opschrijven, anders vergeten we dat. Ja. Ik had het idee van nou, een van de middelste zal het wel zijn. Jo. Vaste volgende. Ja. Het is wel leuk om te laten zien, toch? Wat? Ja, zeker. Nee, ik wil het ook weten. Want anders, kijk, als je het nu vindt, dan kun je dat rooster hier tussen zetten. Ja. Want er is hier nog genoeg ruimte voor broed. Zeker. En dan kun je die... Dat is ook grappig met koningenzoekers, dat je, als je dan twijfelt, denk je van, is dat er dan? Maar als je het echt ziet, dan twijfel je niet. Dan is het echt zo, ja, dit is er. Ja. Dus het is, ga je nu zitten denken, heeft hij nog een langer lichaam? Nee, je ziet echt straks, ja, je ziet echt een verschil. Als we een koning vinden, moet toch lukken met 7 kasten? Dat is 8 kasten? Nee, 7 kasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Zou je zeggen... Samen zeggen. Ze worden... Ja, geïrriteerd. Geïrriteerd. Ze hebben in de gaten dat het niet helemaal... Ja, maar ik denk ook dat een volk dat lekker in zijn vel steekt... Ja, denk ik hoor. Dat is gewoon gevoel. En een volk wat helemaal op en top is... Dat rustiger is. Tuurlijk. Dan een volk die... Op een gegeven moment, als er de hele pit eruit is, is het natuurlijk weer wat anders. Maar hier weer eentje aan het dansen. Ja.
Zit er niet, hè? Nee. Irritant, hè? Ja. Maar volgens mij was het deze. Ramen. Volgens mij was het deze kast die dat we het niet konden vinden. Ja, we hebben 2 of 3 keer gezocht voordat we het konden vinden. En daarom hebben we volgens mij toen ook zoiets besloten met zo'n broedraam of zo. Ik weet het niet meer. Opschrijven. Maar dit is ook die kast waar toen die hele agressieve bijen in zaten. Ja, hier hebben we die nieuwe koningin gedaan. Dat was een koning die hebben we via Marktplaats gekocht. Is het deze of is het die Griekse? Nee, volgens mij deze. We hebben geen Griek. Ja. Jawel. Nee. Dat zou deze Griek zijn. Nou, het papiertje. Administratie. Ja. Goed, dikke tip. Ja. Wat is dit? En daar? Ja. Kijk, ik zal even die... zo grappig om te zien. Hier. Deze die druk aan het dansen is. Dus die zegt, geef nu gewoon informatie, jongens. Verderop. Echt wel grappig. Ik zeg dat nu gewoon voor de film. Kijk eens wat ik kan. Shake your booty. Nou. Mooie bijen. Ja, het zijn hele leuke bijen. De svaggers? Nee, hoe heet dat? Wat? wat? Wat zoekt u? Deze type bijen. Dat ben jij, hè? Ja. Of carnica of dingen? Nee, carnica. Hoi. Kom ik nou niet. Moet je even checken? Nee, gaat goed. Hier is het vol raam, dus er zou toch zeggen. Zou ze erbij kunnen zitten? Jezus, wat een bijen, man. Ja, er zitten er genoeg, dus. Nee, er zit eigenlijk een koning in. Oh, zit er in. Maar het is wel een koning met een camouflagejasje, denk ik. Ja. Ongelooflijk. Nou. Vorige keer ook. Vorige keer ook. Dus vorig jaar heb ik het dan over. Was dat ook al. Ja, die zit los. Wel vol met bijen. En met broed. Dus ik kan gewoon hier zitten. Mm-hmm. Die is hier al een keer geweest, met andere woorden. Het kan. Waarom nu niet? Kijk, er wordt hier een dar, denk ik, straks het neer staat geflikkerd. Oeh, nee. Ik dacht even... Ik dacht even dat ik haar zag, maar dat was niet zo. Maar we dus ruim twee weken geleden hebben we dus die 4 kasten aan die andere kant hebben we verhuisd. We vonden zelf heel slim om daar maar een busje te huren met een gesloten cabine. Ja. Want je moet natuurlijk niet, als je die achter in de auto zet, wat sommige mensen ook doen. Stel je voor, je krijgt een goede aanrijding, dan heb je echt een probleem. Ja, maar dat was ook, want dat wij de kast open deden, de auto open deden. Zaten erbij, zeker, ja, zitten er toch onder. Het was een warme dag, dat is wel het maar dan als je een auto huurt en je wil, dan denk je, ja, oh. Ja, was echt heel warm. Ga je toch rijden, maar dan hangt er misschien toch nog, stel dat er 10 bij je, dan moet je voorstellen, als die in je cabine zit,
Ja, is niet fijn. Nou, zou ze dan op het laatste raam zitten? Ik denk het niet. Maar ja. Je weet het niet. Waarom niet, hè? Een apart idee dat je er gewoon in je handen gaat. Maar dat je er niet hebt gezien. Alle ramen bekeken. Nou, dit kunnen we met het voor het slingeren bijvoorbeeld. Niet van deze kast natuurlijk. Ja, dus er zit er in ieder geval in, ja, maar waar weten we even niet. Meer dan genoeg broed op. Ik ben heel benieuwd hoe dat hier, wat hier aan de hand is. Het zijn schoonmaken. Nee. Nee, hè? Nee. Nou ja, we hebben in ieder geval een goede check gehad. Van deze. Ja. Dat was mooi. Ik ga ondertussen voor de broker even proberen weer aan te krijgen. Doe ik de ramen weer terug. Altijd leuk. Ja. Gaat goed. Wordt steeds drukker, joh. Ja, ze beginnen een beetje geïrriteerd te raken. Lukt dat? Ja. Zie je dat? Nog meer naar. Ja, ze worden nu wel geïrriteerd. Apart, hè? Misschien is het weer aan het veranderen of zo, warmer. Oh, het wordt benauwd, hè? Ja. Nou, het is gewoon ook dat wij er te lang en dat we nu, dat ik nu natuurlijk vrij snel verschillende ramen. Tuurlijk. Omgooi, dus dan is het nog. Ze zijn nog niet. Nee, ze zou niet zonder masker willen lopen nu, maar. Kijk even. Zo. Nou, dit rooster. Kan ik deze andere keer gebruiken? Zit die niet goed? Nee, zit net een beetje op het randje. Maar. Deze even weg, hè? Zo, en deze. Grappig zou zijn. Nou, als je het nu er goed. Wel tussen doet, dan kun je na een week of drie kun je zien waar de koning moet zitten, onder of boven. Ja, kan. Ja. Wat vind jij? Ik weet niet. Oh, hij zit niet goed. Hij krijgt hem niet. Dingetje met je dingetje. Ja, lukt dat? Ja. Ja. Ja, wat je wil? Ja, ik weet niet. Ik denk toch dat je de. Ja, dat je kan kijken waar zit de broed en waar niet. Ja, dat kan. We kunnen proberen. Ja? Zullen we dat doen? Ja. Nou, hij staat aan, hoor. Dus we doen het koningenrooster. Gewoon ertussen. Om even te testen. En dan gaan we met een. Ja, over 11 dagen. Kun je al wat zien, hè? Gaan we hem openmaken en dan zien we waar het broed zit. Nou, maar eigenlijk moet je eitjes zien. Waar de eitjes zitten, daar zit de koning. Dus dat scheelt je weer 1 kast zoeken, zeg maar. Ja, want we moeten er vinden. We hebben er al 3 keer achter elkaar niet gevonden. Vorig jaar ook niet. Nee. Misschien is het een moerloos volk met een. Dan staan we morgen op de voorkant van de Telegraaf. Lukt het? Zo zwaar. Bovenste is echt heel gezond. Zo. Kap erop. Dus koning niet gevonden.
Ongelooflijk, hè? Alle twee niet. Nee. Ja, de verkeerde komt. Nou, nu een kastje. Hij moet er zo mee klaar zijn. Daar zijn we zo mee klaar. We hebben er al eerder wat voer, extra voeding bij gelegd. Wil je deze helemaal open trekken of hoeft dat niet? Nou, ik zou wel graag de koning willen zien. Dan hebben we in ieder geval hebben we wat gevonden een keer. Oké. Of niet? Ja, is helemaal goed. Kunnen we zien of er goed in zit. Dat moet de koning. Zo gedaan. Het is voer. Ja, maar wordt er wat mee gedaan? Huh? Ja. Oh ja, ja. Leg het even weg. Meteen oppassen dat we straks niet... We zijn mega rustig. Ja, dat we geen bijen meenemen die... Van andere dingen. Ja, die zijn helemaal leeg. Het is echt... Het gaat om de... Het is echt een opstartbak. Ik wil hem er even uithalen dat ik even kan... Ja. Er zat alleen wat bijen op, omdat er... Ik denk echt dat je... Ja, dat is wel mooi met die. Ik kan gewoon schuiven. Ja. Zie je, zeg maar, de afstandhouders tussen op het frame. Zitten die plugjes. Als hier een koning in zit, moeten we er zeker vinden. Ja. Dat lijkt me ook. Nee, hier niet. Zou toch het zijn dat mensen op beeld... wel de koning hebben gezien? Ja, niet schreeuwen tegen je computer. Ja, daar zit ze. Zit hij nou wel vast? Nou, hij zit aan elkaar vast. Kijk, die zit dus met tie-ripjes. Dus ik denk van, wat is dat nou? Zit er tie-ripjes in? Ja, dat vonden we zelf een heel slim plan. Want we hebben dus gewoon... standaardkast erin geplakt. Ja. Kijk, dit is een tie-rip. Een framepje waar ze op zou kunnen zitten. Moeten vinden, hoor. Anders ja, deze moeten we vinden. Straks wel even die. Was deze gemerkt? Nou ja, we zeiden net al. Goede tip. Ja. Administratie. Okay. Nee. Hier zit ze niet. De volgende ruim is ook druk. Ja, en daarna wordt het weer heel rustig. Dus... Ja, dus het is echt twee raampjes. Nou, dan moeten we er echt vinden, want anders heb je kans dat er gewoon... Geen koning in zit? Geen koning in zit. Maar ja, hoe zijn deze er gekomen dan? Ja, dat er niet, geen koning meer in zit. Dat ze... Dit is al vol. Het is niet... Hele jonge koning, maar kijk, ze hebben ook een raad aan de zijkant erbij gemaakt. Zie je dat? Krijg ja, als dat je is ruimte die ruimte. Ze moeten ze even weghalen. Nee, maar dat gaan ze natuurlijk gewoon construeren. Dit is bukvast. Kleiner hoor, deze bij. Ja, deze zijn kleiner, ja. Super zacht aardig. Wat gaat hier? Oh ja. Ik zie het niet. Deze. Nee. Nee. Nou, kijk deze. Nee. Dat moet langer zijn. Ja, we moeten kijken, er zit hier wel... Er zit wel open broed hier. Mm-hmm. Hier. Ja. Dus er is er een hier. Ja, er is een koning. Dus we gaan hem vinden, hoor. We moeten. Wat? We moeten hem vinden. We hebben nog één raampje, toch? Mm-hmm. Dat is wel een heel lief raampje. Ja, anders gaan we gewoon weer terug. Ja. En dan gaan we echt van links naar rechts, zodat we zeker weten dat er echt helemaal niks in zit.
Sorry, wijntjes. Blijf het zeggen. Hier zit ook broed op. Wat heeft deze bij? Is die helemaal wit van de... Of is dat gewoon... glimt die? Recap. Klein volkje, rustig. Geen koning. Gaan we over 11 dagen gaan kijken of het is. En anders moeten we daar een koning invoegen of iets kijken. Deze hebben we nu de koningenrooster tussen gedaan. Om te kijken of ze onder of boven zitten. Dat scheelt straks met zoeken. Op zich wel lekker bezig. Maar rustig. Ja, maar wel veel bij. Hè? En ook wel de blauwe laag, ja, zeg maar. Ja, die is goed. Die is eigenlijk heel natuurlijk. Maar we hebben gewoon de fout gemaakt. Te veel ruimte. En ze hebben nog meer dan genoeg ruimte om hun honing bij het broed te doen. Ja. Ik denk dat ze qua bijenaantal niet heel veel van die verschillen. Nee. En deze kast, mega. Ja, die gaat heel goed. Die heeft zoveel mooi gesloten. Ja, dus hebben we nu die honingkamer van deze hierop geplaatst. Om te kijken of ze dan in ieder geval door kunnen. Want voor hetzelfde gaat het straks vol. Dan denken ze, we moeten weg. Nou, ze hebben nu nog wel even ruimte om in ieder geval ook hun honing kwijt te raken, maar dat is natuurlijk qua broed niet. Dus je, nee, maar dan gaan ze de honing vanaf de onderste kamer naar boven brengen. Maar er zit geen honing onder de onderste kamer. Nee. Maar dat maakt niet uit, dus die gaan hartstikke goed, maar die gaan we ook binnenkort moeten we die gaan slingeren. Ja, moeten we van de week doen. En deze 4 kasten, die zijn dus laatst verhuisd. We hebben... dus die moeten we wel aankomende de week de tijd voor nemen om die ook te gaan inspecteren. Maar je ziet het, je bent alleen al met die 3 kasten, als je ze allemaal goed wil bekijken, zijn we nu al 2 uur bezig, hè? Ja, zeker. Mega druk. Weer is natuurlijk nu fantastisch. Niet te warm, niet te koud, geen wind. Of nou, wel een beetje wind, maar niet te... Afgelopen week was het wel wat meer aan het waaien. Gaat goed. Nou, ook een goede les. Niet in de vlieg. Niet in de vliegroute gaan staan. Want ik heb ze nu meer over de zeik dan dat we erachter stonden. Maar wel gaaf om even zo te zien. Ja. Nou ja, to be continued. Leuk dat je met ons mee hebt gekeken. En mocht je nou iets willen weten, dat we de volgende keer kunnen kijken. Of je mij kunnen helpen, of we kunnen uitleggen. Of je hebt tips, want wij weten ook zeg maar de helft nog niet. Zet even in de comments. Nou ja, like, subscribe, duimpje, doe alles maar. En hoe meer volgers we hebben, hoe meer van dit soort filmpjes we kunnen gaan maken. En dat ook leuk wordt, want dan kunnen we echt iets laten zien wat je wil. Dus doe mee met ons.